De verschillende banken hebben flink geïnvesteerd in online banking en om digitale transacties te kunnen doen, zegt Eblain Franchi, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Franchi geeft aan dat de banken vanaf de intreden van COVID-19 in Suriname digitale en of online transacties hebben gestimuleerd. Er is daarna een enorme groei geweest van pinpastransacties en ook online betalingen. Franchi legt uit hoe het digitaal platform er momenteel eruit ziet. Het digitaal landschap van Suriname ziet er als volgt uit. We hebben een stukje voor de consumentenbedrijven. Consumenten kunnen gebruik maken van de postapparaten van alle banken, de ATM's van alle banken. Het is bankgebonden, maar alle banken, klanten van alle banken kunnen transacties uitvoeren op de ATM's en de posten van alle banken. En dan heb je dus banken die wallets aanbieden. En via de wallets kan je overmaken, of nee, via de bankrekeningen kan je ook overmaken op de wallet. En verder hebben we mobile banking en online banking voor verder consumenten. Voor de bedrijven hebben we specifiek online banking. En ik moet zeggen dat de banken in de afgelopen periode enorm geïnvesteerd hebben in deze digitale kanalen. We proberen zo scherp als mogelijk te zijn op de werking ervan, op de stabilisatie van die kanalen, zodat we zo efficiënt en effectief mogelijk werken. Franchi zegt dat de Bankiersvereniging werkt aan de verdere verbetering van het online betaalwezen van Suriname. Zowel de vereniging als de individuele banken doen regelmatig onderzoek naar hoe de samenleving omgaat met het digitaal bankzaken doen. Om te zien, de kanalen zijn altijd beschikbaar, ze zijn efficiënt, ook effectief in het gebruik en natuurlijk ook veilig, veilig, gezondheidsveilig, want contanten kunnen dus de bacteriën, dat virus bevatten, maar tegelijkertijd ook veilig, fysiek, in de fysieke zin, want we zien ook dat winkeliers en gewoon persoon op straat die met geld rondlopen beroofd worden. De pinpas wordt minder makkelijk meegenomen. Dus we zien dat steeds meer mensen vanwege dus de beschikbaarheid van de wallet, van de postapparaten, ATM-apparaten, bankrekening makkelijker openen. Vanwege de COVID-situatie, dat men het steeds vaker gebruikt. En dat vinden wij een goed signaal, de toenemende trend van het betalingsverkeer. Ik zag laatst cijfers van BNet en als we die cijfers vergelijken, dus de postcijfers vergelijken met vorig jaar, dat is meer dan 100% stijging van het aantal posttransacties, wat excellent is. Tot zover Eblain Franchi, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. De banken zullen online transacties blijven stimuleren.